nieuwtjes. Wat leuk dat je weer klaar zit voor een nieuw verhaal. De Heer Jezus is gearresteerd en meegenomen naar het huis van de hoge priester. Maar dat laat Petrus natuurlijk niet zomaar gebeuren. Petrus zou Petrus niet zijn als hij Jezus niet zou volgen. Wanneer Petrus herkend wordt als een volgeling van Jezus, doet hij iets wat Jezus had voorspeld en waar hij zelf van overtuigd was dat hij dat nooit zou doen. Oh oh. Zoals jullie weten, willen de hoge priesters Jezus laten doden. Maar omdat de Romeinen de baas zijn in Israël, hebben de hoge priesters hier toestemming voor nodig. En daarom moet Jezus verschijnen voor de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. Maar laten we eerst naar de binnenplaats gaan, waar Petrus met wat mensen bij het vuur staat. Kom maar mee. De bewakers namen Jezus mee naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde en glipte de binnenplaats in. Hij ging staan bij een groep mensen rondom het vuur. Maar plotseling zag een dienstbode hem. Was u niet bij Jezus? Vroeg zij. Wie, ik? Nee hoor, ik ken hem niet, antwoordde Petrus. Even later vroeg iemand anders. Hey, jij? Was jij niet een volgeling van Jezus? En weer zei Petrus, nee hoor, ik ken hem niet. Een uur later zei een derde persoon. Hey, u komt uit Galilea. U moet Jezus wel kennen. Nee, ik ken hem niet, riep Petrus uit. En op dat moment begon de haan te kraaien. En toen herinnerde Petrus zich wat Jezus had gezegd. Hij barstte in tranen uit en verliet de binnenplaats. Intussen probeerde de raad van hoge priesters bewijzen te vinden om Jezus te veroordelen en om hem te laten doden. Veel valse getuigen kwamen leugens vertellen, maar dat was niet genoeg om Jezus te veroordelen. De hoge priester besloot om Jezus zelf maar te ondervragen. Wil jij je niet verdedigen tegen al deze beschuldigingen? Vroeg hij. Maar Jezus gaf geen antwoord. Ik stel jou de volgende vraag onder ede, zei de hoge priester. Ben jij de zoon van God? U zegt dat ik het ben, zei Jezus. Van nu af aan ziet u de mensenzoon aan Gods rechterzijde zitten. Woedend, zei de hoge priester tegen de raad. De gevangene zegt dat hij gelijk is aan God. Dat betekent dat we geen getuigen meer nodig hebben. Wat denken jullie? Schuldig, riepen de leden van de raad. Hij moet sterven. Zodra Judas hoorde dat Jezus ter dood veroordeeld was, werd hij overstelpt door berouw en verdriet. Hij ging naar de priesters en smeet de 30 zilvermunten op de grond. Ik heb gezondigd, riep hij uit. Ik heb een onschuldige man verraden. Intussen was Jezus voor de Romeinse stadhouder gebracht, Pontius Pilatus. De Joden konden Jezus niet straffen zonder zijn toestemming. Pilatus, hij zegt dat hij koning is. Ben jij de koning van de Joden? Vroeg Pilatus. U zegt het, antwoordde Jezus. En daarna zweeg hij. Hij wilde op niet één vraag meer antwoord geven. Pilatus zag niet wat Jezus verkeerd had gedaan en wilde hem dan ook vrijlaten. Volgens Pilatus had Jezus niets verkeerds gedaan en niets strafbaars gedaan. Maar de priesters en het volk wilden dat Jezus gekruisigd werd. Wat zou Pilatus beslissen? Dat hoor je de volgende keer. Tot dan!